verdedigen terwijl we het zo geweldig doen en als voorbeeld worden opgehouden in de hele wereld. Maar Wernhard gaat ons even mee terugnemen in een soort tijdmachine en dan gaat ons vertellen hoe hij nou in 1973 met een paar vrienden de koffieshop, een Nederlands fenomeen, wereldwijd bekend, is begonnen. Wernhard, een applaus voor Wernhard Bruining, dames en heren. Ja, meneer, zet u uw motor, meneer, kunt u ook even klappen. Oh, leuk. Oké. Goeiedag allemaal. Cannabis verandert mensen, wil ik wel even duidelijk zeggen. In 1970, toen wou ik onderwijzer worden. En in 1969 ging ik blowen, ging naar de kweekschool. Nou, na de eerste paar joints was het bekeken. Ik liet mijn haar groeien, mijn baard groeien. Stopte met school en wist één ding. Ik moest kijken naar leven en niet mensen trainen om geleislaafjes te worden. En ja, uiteindelijk was het heel simpel. Wat vonden wij leuk? Kletsen met mensen, spelletje voetbal, jointje erbij. Dus als we dan ook nog eens een keer geld konden vangen voor die kopjes thee en koffie die we konden maken, dan was het goed. Dus zo kwamen we op het idee om er een koffieshop van te maken en die noemden we Theehuis Mellow Yellow. En je moet je voorstellen dat in die tijd, 1970, 1973, was iedereen hetzelfde. Iedereen had dezelfde kleren. Alle mannen droegen een jasje en een dasje. En als je dat niet droeg, dan was je raar en dan werd je erop aangekeken. En het is cannabis dat ervoor gezorgd heeft dat het diversiteit is. Als ik nu naar de mensen op straat kijk, dan zie ik dat ze allemaal dragen waar ze zelf zin in hebben. Iedereen heeft andere kleren, het is allemaal heel kleurig. En dat heeft te maken met cannabis, dat heeft te maken met coffeeshops. We hadden het er in de tijd over dat miljoenen mensen naar Amsterdam zouden komen om iets op te pikken van die fijne sfeer hier in deze stad. Want we zeiden tegen elkaar, de Nederlander die werkt in Rotterdam, in Den Haag daar wordt die, daar wordt die genept. En in Amsterdam daar leeft hij. En zoals men in Amsterdam leeft, dat wordt het voorbeeld voor de rest van de wereld. Zo relaxed als men hier is met wiet, met andere rassen, nationaliteiten. Dat is een voorbeeld voor de wereld in de toekomst. Simon Vinkenoog, Robert Jasper Grootveld, Kees Hoekert noemden Amsterdam dan ook het magisch centrum van de wereld. En dat is het heel lang geweest en dat is het voor een deel nog. Ieder jaar komen er tientallen miljoenen toeristen, ik geloof iets van 15 miljoen toeristen, naar Amsterdam. Die laten hier jaarlijks 5,1 miljard euro achter. 22% van die mensen gaat naar de Wallen. En ze gaan niet allemaal naar de hoeren, maar ze kijken gewoon. Ze vinden het leuk dat het allemaal kan. En 20% van die mensen gaat naar de coffeeshops. En je kunt je voorstellen dat als die wietpas er komt, dat idee van die rare Rotterdammer, zomaar zeggen, als die wietpas er komt, dan kan dat een heleboel toeristen schelen. 20% van die toeristen komt voor die coffeeshops. En als er maar 10% van die toeristen niet meer komt, dus de helft van die coffeeshopgangers, is dat al 500 miljoen euro per jaar minder omzet voor Amsterdam. In 5 jaar tijd is dat 2,5 miljard euro minder omzet voor Amsterdam. En dat in deze tijden. En dat alleen maar omdat een 68-jarige oude man niet begrijpt wat cannabis voor de mensen doet. Ik zal niemand zeggen dat je moet gaan blowen, want het verandert de mensen, dat heb ik zelf ook al aangegeven, en dat is niet voor iedereen goed. Maar ik vind wel dat het moet kunnen. Net zoals ik tegen niemand zou zeggen dat je naar de hoeren moet gaan, maar ik vind wel dat het moet kunnen. En dat is het grote punt. De mensen moeten cannabis kunnen gebruiken als ze dat willen, in een sociaal veilige omgeving waar je kunt zien wat het middel met je doet. En dat kun je niet zien als het op straat gebeurt, in de steegjes en in pleintjes en in het park enzovoorts. Dus de coffeeshops zijn gewoon een goede, veilige ambiance voor cannabisgebruik.